Oké, dames en heren, welkom bij deze nieuwe video over hoofdstuk 2 van het thema criminaliteit. We zitten nog steeds bij het vak maatschappijkunde en we gaan vandaag kijken naar hoe het zit met de beeldvorming in criminaliteit. En hoe vormen we nou eigenlijk ons beeld daarover? Hoe weten we hoeveel criminaliteit er is? Hoe weten we wat er allemaal gebeurt? Wat we vandaag eigenlijk gaan doen is we gaan antwoord geven op twee vragen. Je moet kunnen uitleggen in hoeverre media jouw beeld beïnvloeden. En je moet kunnen uitleggen hoe we criminaliteit objectief kunnen meten. Dus op een feitelijke manier. We gaan een klein stukje uitleg doen en daarna maak je weer de opdrachtjes die erbij horen. Om even te beginnen. Je ziet hier zo een klein stukje film. Je kunt deze openen via de comments in deze video. Probeer naar dit filmpje te kijken is te denken, wat heb je nou eigenlijk gezien? En hoeveel de maker van het filmpje, de politie, dat jij naar dit filmpje kijkt? Welke beeldvorming moet je hier eigenlijk over hebben? En klopt dit nou wel met de werkelijkheid? Even te zaakjes. Joh, we weten nog uit het thema media of massamedia dat media macht over jouw gedrag kunnen hebben. In hoeverre sturen zij dit niet? Moet je even over nadenken. En als je dat weet, in de les hoor ik graag je antwoorden. Kijk deze video even en ga dan verder. Als wij criminaliteit zien, dan moet je in hoofdstuk 2 weten dat criminaliteit eigenlijk een maatschappelijk probleem is. Het is iets waar we gewoon echt last van hebben. En alle kenmerken van zo'n vraagstuk zijn aanwezig. Denk hierbij aan de gevolgen. Hè? Mensen hebben er last van. Denk hierbij aan dat er verschillende meningen zijn over of iets wel strafbaar moet zijn of niet. Of hoe je het moet aanpakken. Denk hierbij aan dat media er heel veel verslag over doen. En denk hierbij natuurlijk dat de politiek de aanstuurder is van de politie en degene die dus de criminaliteit echt moeten gaan aanpakken. Criminaliteit heeft gevolgen. En die gevolgen kunnen we indelen, hè, de overlast, in twee soorten. We kunnen dit zeggen, het is materieel of het is immaterieel. Materieel, daarmee bedoelen we schade uit te drukken in euro's, dingen die stuk zijn, etc. Immaterieel is het gevoel van mensen is beschadigd. Immateriële gevolgen, vorig jaar konden we hierbij laten, dit jaar voegen we nog iets toe. Een voorbeeld zijn angstgevoelens of morele verontwaardiging. Mensen vinden het onterecht en worden boos, criminelen zeg maar, rijk lijken. En we kunnen natuurlijk normvervaging hierbij passen. Op het moment dat criminaliteit plaatsvindt, kan jij denken, waarom zou ik me er dan nog aan houden? Ja, zoek het lekker uit. Dat noemen we normvervaging, vinden we ook niet prettig. Dat is een gevolg. En nog een gevolg kunnen eigen richting zijn. Op het moment dat jij, omdat je denkt dat criminelen niet genoeg gestraft worden, dan maar zelf voor rechter gaat spelen en mensen gaat straffen. Een voorbeeld, hè, plaatje in het midden, waarbij het gaat over bijvoorbeeld pedofielen, waar mensen wel eens die mensen publiekelijk aan de schandpaal kunnen nagelen. Je kan je afvragen, is dat wenselijk? Nee, eigenlijk niet. Dan moeten we eens kijken naar hoeveel criminaliteit er is. En we spreken dan ook wel over onveiligheid. Ik ga je een voorbeeld geven hiervan. Je ziet hier het aantal misdrijven in een tabelletje staan. Dit tabelletje is van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus we kunnen vaststellen dat het objectieve informatie is. En we weten hierbij dat dit zijn de cijfers. Dus we kijken even heel simpel naar 2018. Je ziet daar in de bovenste rij, derde van links, 700.000, bijna 800.000 gevallen staan. Ja, media brengen al die gevallen wel heel sensationeel. En media laten je een beeld krijgen over daders. Als ze de hele tijd een bepaalde type verdachten in beeld brengen, kunnen wij denken, oh, dat zijn altijd die mensen weer. Ja, de vraag is, willen we dat wel? Media bepalen dus de beeldvorming en de publieke opinie. En we moeten een alternatief hebben, want dit is natuurlijk wel objectief en we moeten weten, hoe meet je dit nou precies? Even een stukje tussendoor. Je kunt de Holleder tapes opzoeken op YouTube. Je krijgt daarvoor de link ook weer in de beschrijving van deze video. En luister nou eens. Als je hier naar luistert, hè, naar hoe Astrid Holleder in de tapes verklaart en de gesprekken laat horen die ze met Willem Holleder heeft gehad, welk beeld krijg je daar nou uit? En met name, wat wil de maker van deze video dat je ervan vindt? Ga daar nou rustig nog even over nadenken. En als je dat weet, nou, kunnen we terug en verder. Verder kunnen we gaan kijken naar hoe we criminaliteit in 2.2 gaan meten. Meten doen we in principe op drie manieren en we benoemen er twee. Als eerste hebben we politiestatistieken. De politie registreert door middel van de plaatjes onderin, de mugshot uit Amerika, en in Nederland doen we het iets moderner,
over wie er eigenlijk allemaal komen en wie aangifte doet. Dus daders weten ze wie ze oppakken en verdachten weten ze wie ze oppakken. En aangifte is als je aangifte komt doen. Goed, lijkt me heel logisch. Een paar nadelen. Sommige delicten worden niet ontdekt, dus dan is er geen aangifte gedaan. Of er is iemand dat komen melden of de politie weet het niet. Als je geen aangifte doet omdat je denkt van het heeft toch geen zin bij fietsendiefstal bijvoorbeeld. Ja, dan ligt het aantal in werkelijkheid hoger dan dat de politie weet. Plus de politie heeft ook prioriteiten. De politie spoort niet alles op. Ze doen maar een deel van de criminaliteit. Sommige dingen, ja, daar hebben ze gewoon geen tijd voor. Dus daar gaan ze ook geen aandacht aan besteden. En cijfers zijn op zich niet voldoende. Want we weten dan ook wel dat er daders komen. We weten hoeveel er zijn. We weten hoeveel alles gebeurt. Maar we weten niet wie die dader is. We weten niet waarom hij het deed. Dus je hebt weinig verklaarkracht. En we noemen dat ook wel etnografische factoren. Dus welke dader of persoon erachter zit, achter het cijfertje, dat weten we niet. Wat we dan kunnen doen, is we kunnen nog iets anders gebruiken. We kunnen namelijk ook meten door middel van slachtoffer- en dader-enquêtes. Hier wordt beide gevraagd of zij wel eens criminaliteit als slachtoffer hebben gehad daarvan, of dat zij het hebben gepleegd. Een voorbeeld zie je hier aan de rechterkant. Dat is een behoorlijk oude enquête. Is je fiets wel eens gejat? Ja of nee? En bij de dader-enquête zou staan, heeft u wel eens een fiets gestolen, ja of nee? Je kan je afvragen, zijn deze mensen wel eerlijk? En bij slachtoffer-enquêtes stellen we, ja, die zijn wel eerlijk en betrouwbaar, want ja, die hebben geen reden om te liegen dat ze de slachtoffer zijn geweest. Dader-enquêtes aan de andere kant, die zijn iets minder betrouwbaar. Want ja, zou jij gaan liegen over het feit dat je iets hebt gedaan, terwijl je weet dat je niet weet waar die gegevens heen gaan? Lijkt me niet. Als het anoniem is en er wordt verzekerd, dan is het betrouwbaarder. Maar nog kunnen we ons afvragen of het wel betrouwbaar is. Ten derde wil ik hier nog aan toevoegen de rechtbankstatistieken. De rechtbank heeft ook cijfers over wie zij veroordelen en wie zij vrijspreken. Als een politieagent je namelijk aanhoudt en er is aangifte tegen jou gedaan, sta je als misdrijf en als dader staat dat dan geregistreerd. Alleen, word jij in de rechtszaak vrijgesproken, ja, dan heb je het helemaal niet gedaan. Maar dan sta je wel geregistreerd. En de vraag is, klopt dat dan wel? Dan kunnen we het hebben tenslotte over veiligheid. Is Nederland nou een veilig land? En als we gaan vergelijken met Europa, hoe lichter en roder zeg maar de land is, hoe onveiliger, hoe groener, hoe beter. We zijn best wel veilig, relatief gezien. En we zien hier verschillende landen waar bijvoorbeeld aanslagen zijn geweest in het verleden. Daar zien we dat de kleur geel eerder is. En landen die nog relatief veilig zijn, zijn groen. We zijn dus best wel veilig. Goed, nu weet je hopelijk iets meer over hoe het zit met criminaliteit en hoe we dat meten. En hoe je het beeld daarover vormt. Ga nu aan de slag met het maken van de opdrachten die erbij horen. En je kunt dat vinden in de studieplanner of op Google Classroom zoals gebruikelijk. Heel veel succes en tot de volgende video.